Het belangrijkste is dat je het vliegtuig veilig achteruit duwt en veilig op zijn plek kan zetten. Maar stiekem mag je toch wel van genieten. Mijn functie is eigenlijk pushbacker slepen. Dus wij houden we dagelijks bezig met het vliegtuig pushbacken. Dus dat we veilig het vliegtuig naar achteren duwen en op de taxibaan zetten, dat hij zelfstandig kan vertrekken. Kijk, een vliegtuig kan niet achteruit rijden. Dus daarvoor hebben ze ons ook echt nodig. Dus bij aankomst, we doen eerst onze pen, dus een bypasspen noemen wij dat. Daarmee blokkeren wij het sturen voor de piloot. We kijken hoe ver de platformmedewerkers zijn uiteindelijk, of ze klaar zijn met het laden. Dan ga ik mijn rondje om het vliegtuig heen lopen. Als ik een rondje heeft gelopen en het ziet er allemaal prima uit, geen schades, dan haal ik alle pionnen weg. Koppel ik de pushback tracker aan. Ga ik communiceren met de piloot en dan geeft hij mij uiteindelijk een signaal om te starten met de pushback. Yes, Larry? Yes, sir. We are clear for push and standby for pull. Clear for pushback and standby for pull. Oké, Jolietje, pak hem weg. En als ik mijn pushback heb beëindigd, dan mag je het signaal geven dat hij mag vertrekken. Je moet hem altijd, die rode lint moet je laten zien met die pinnen, laat je hem zien. Dat is voor hem een bevestiging dat hij verwijderd is. En een duimpje en dan mag je vertrekken. Het meeste wat wij doen is echt de pushback. Dus de vliegtuigen terugduwen. Versleping, die hebben er ook bij zitten, sleepjes. We gaan zo meteen een vliegtuig verslepen. Dat is een Boeing en die gaan we van de gate afhalen. Die gaan we verplaatsen naar een parkeerplaats, zodat hij daar even vannacht kan overnachten. En morgen vroeg dat hij weer aan zijn nieuwe vlucht gaat beginnen. En dan gaan we wel over de taxibanen waar ook ander verkeer is. Dus daar komt ook veel communicatie bij kijken. 30 kilo, we gaan van hier voor om 12 naar Charlie 9. Opkomen naar de rijbaan Charlie, er komt wel 9 over naar de toer. Er staan al genoeg vliegtuigen wat normaal hier niet zo druk is. Ja, dat heb je met de coronatijd. Er vliegen gewoon veel minder vliegtuigen. Ja, ondanks de corona konden we hier toch uiteindelijk een leuk plekje vinden waar we deze vliegtuig konden parkeren. Kijk, de kleine vliegtuigen, dat is een appeltje aai eigenlijk een beetje. Ja, sorry dat ik het zo overbreng. Maar zo'n nieuwe 350.000, dat is gewoon geweldig als je daarmee aan de slag mee gaat. Vanaf jongs af aan had ik al een passie voor vliegtuigen. En wat ik altijd zo mooi vond, was het pushback. En het vliegtuig terugduwen, dat vond ik zo geweldig. Dat is gewoon gaaf. Flight deck to ground. Yes, Flight deck. Clear to pressurize. Yes, you are clear to pressurize. Waar ik echt trots op ben, is echt dat ik uiteindelijk de functie als pushbacker, sleper, dat ik die functie mag uitoefenen. En daar ben ik trots op. Ik vind het nog steeds knap.